dus dat we vanaf deze kant de ontzegeling doen, slingering doen, lege bakken, gaan weer terug naar achteren. Dus we maken eigenlijk steeds een rondje. De honing komt in dit soort tonnen terecht, dat zijn 300 kilo tonnen. En die tonnen gaan naar de tralie. En de honing verwerkt de tralie. Dus honing die onder andere bij de Jumbo terecht komt straks. Onder de naam Nederlandse Mellifera honing. Vaak veel verwarring over verzegeling en of de honing dan rijp is of niet rijp is. Eigenlijk is alle honing rijp als er een aantal dagen geen honing meer binnenkomt. Wij rijpen altijd de honing. Dus ook de honing die hier zit, dit is van een kas waarvan we weten dat er zeker een week geen nectar naar binnen is gekomen of nauwelijks. Dan rijpen die bijen die honing helemaal. En die honing is dus rijp ook al is die niet verzegeld. Hij is niet verzegeld omdat die cel nog niet vol zit. Dus de bijen vonden het nog niet de moeite waard om die verzegeling aan te brengen. He, ze zijn hieronder bezig. En hoe verder je naar beneden komt, dus hoe meer je ook ziet dat die cellen minder vol zijn. En als die cellen helemaal vol zijn, worden die verzegeld. En dat staat los van rijp. Kijk, als de honing nat zou zijn, dan zou ik honing eruit slaan. Je ziet geen enkele druppel komt eruit. Dit is hele dikke honing. Die zeker 100% rijp is. Linden. Verzegeling. Bijen kunnen op verschillende manieren verzegelen. Dit noemen we eigenlijk nat verzegeld. Daar zie je eigenlijk een soort donkere nattigheid eronder zitten. En dit noem je droog verzegeld. Dan maken de bijen eigenlijk een heel klein luchtlaagje tussen de honing en de was. En dan wordt die eigenlijk heel mooi wit. En het is een soort, ja, kenmerk van bijen, een eigenschap van bijen, op welke manier ze verzegelen. Voor de honing maakt het helemaal niks uit. Het is puur esthetisch. Vinden we dat mooi. Dit is het ontzegelapparaat. Die snijdt de zegeltjes, die breekt de zegeltjes, van de raad af. Zodat het allemaal open is. Hier is het open. Zodat we hem straks in de slinger kunnen zetten en dat de honing eruit geslingerd kan worden. Als het zo is, kan de honing er nooit uitkomen. Hoe had je ook slingers? Dan zet je hem erin halen, laat hem erin vallen en dan zak je hem naar beneden. Dat kun je even doen, bijvoorbeeld. Dan laat je hem erin zakken. Nooit met je vingers in het apparaat. Wat er ook gebeurt, op stop drukken en dan kun je het pas gaan doen. En niet denken, oh ik doe nog even iets beter ofzo. Dan krijg je dus hier die zegeltjes afgesneden en dan zie je het haartje. Het is heel mooi ontzegeld. Je brengt jezelf naar achteren. Donker. Zie je dat? Daar heb ik je bloed in gegeven. Je moet het zakje even op pakken pakken. Heel belangrijk. Deze ramen willen we niet meer gebruiken. Als die straks klaar is, de slingertjes, zet je die ook weer in een aparte bak. Dat zijn die ramen met die zijkant. Het heet de Hofman zijkant.
houdertje waar die invalt, een hokje waar die invalt, zie je dat? En dan draai je hem gewoon door, zo vul je de hele slinger. Mocht je hele lichte ramen hebben en hele zware ramen hebben, dan is handig dat elk vak evenveel lichte als zware ramen heeft. Dus dan verdeel je de lichte ramen een beetje. Dan blijft je stabiel. Dus gaat je aan één kant zwaarder worden en dan gaat je steeds meer dansen. Als dat gebeurt, wordt het stoppen. Niet vasthouden, niet tegenhouden, dat je toch niet. Het is zo zwaar, gelijk op stoppen. Dat betekent dat er geen enkele filtering is toegepast, ook geen grove filtering. We laten de honing rustig afschuimen, dus dat betekent dat alle oneffenheden naar boven komen en die worden dan afgerond. Afschuimd heet dat dan. Hij wordt niet gefilterd, zodat alle voedingsstoffen, alle stuifmeel blijft in de honing. De bedoeling is dus dat we vanaf deze kant de ontzegeling doen, slingering doen, lege bakken, gaan weer terug naar achteren. We maken eigenlijk steeds een rondje. De honing komt in dit soort tonnen terecht, dat zijn 300 kilo tonnen. En die tonnen gaan naar de traai. Honing verwerkt de traai. Honing die onder andere bij de Jumbo terecht komt straks. Onder de naam Nederlandse Jumbo honing.